Goedendag, welkom bij GPTV. In Heerenveen komt een asielzoekerscentrum voor een periode van maximaal 10 jaar. De gemeente stelt ervoor een locatie beschikbaar aan het centrale orgaan opvang-asielzoekers, het COA, op de locatie KR Poststraat, Hoek Wijnmakker. De opvanglocatie biedt onderdak aan 600 vluchtelingen. Het gemeentebestuur wil een veilige plek bieden aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Vrouwen, mannen en kinderen die hun thuis en vaak ook familieleden zijn verloren, kunnen dan veilig in Heerenveen verblijven tijdens hun asielprocedure als burgemeester van de Zwan. Het plan is dat de vluchtelingen vanaf december 2016 hun intrek in het asielzoekerscentrum nemen. De bewoners van het centrum zijn geregistreerde vluchtelingen en hun persoonsgegevens zijn onderzocht. Zij zitten in een procedure of hebben alle verblijfsvergunning. Dinsdag vindt er in het ABLNSA-stadion een informatiebijeenkomst plaats voor omwonenden. Het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en het coa zijn aanwezig om de plannen toe te lichten. Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen en kunnen inwoners zich aanmelden om mee te denken over de inrichting van het azc en de omgeving.